Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Doe Het Zelf Idee en hartelijk welkom bij een super schattige patroon-instructie. Ik laat jullie een heel eenvoudig patroon zien met stokjes en losse kettingen. Een beetje in de granny en corner-to-corner richting, maar met een kleine twist. We hebben hier hele grote gaten in, dus echt een mooi gaatjespatroon, ook heel snel gehaakt. Ik heb 4 pakketjes per rij gehaakt op een basis van 20 lossen. Dus een mooie breedte en heel snel, heel eenvoudig in de hand. Ik hoop dat jullie er plezier aan beleven. Hoe het precies werkt laat ik jullie natuurlijk nu zien. Heel veel plezier erbij. Dus lieve mensen, ik laat jullie deze super schattige patrooninstructie weer zien met het Riverton yarn hier van Action. 60% acryl, 40% polyester, 150 gram op 240 meter looplengte, super schattige kleurverloop, eigenlijk een regenboog. Echter zonder, we hebben hier direct de overgang tussen oranje en groen en verder is alles met wit afgezet. Dus het is zo'n draad die altijd zo getwist is, de witte draad om de gekleurde heen. We hebben deze eigenlijk voor 4,5 mm naden. Ik haak het graag een beetje grover en neem weer mijn 6 mm naald ervoor. Heel klassiek heb ik deze hier en ik begin voor het patroon eerst met een losse ketting. En wel als basis neem ik hiervoor een veelvoud van 4, dat worden 20 lossen bij mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zo, ziet er eerst relatief breed uit. Ik sla natuurlijk direct weer een paar over en wel direct 5 stuks. 1, 2, 3, 4, 5 sla ik over en ga in de 6e steek en start daar met het haken. Ik haak een stokje, 1, 2 stokjes klaar. Dan neem ik een losse ketting van 3. 1, 2, 3 en haak nu om dit stokje heen, dat ik zojuist heb gehaakt. En wel nog eens 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. Daarmee heb ik dan mijn eerste pakketje al gehaakt en ik werk op een basis van 4. Dat wil zeggen, ik had nu een insteekplaats hier waar ik het ene stokje in heb gehaakt. Ik sla nu 3 steken over en haak het volgende stokje. 1, 2, dan weer 3 lossen voor de hoogte en weer 3 stokjes om het ene stokje heen haken. Zo, jullie zien, ze zweven zo in principe een beetje in de lucht en eronder vormt zich direct zo'n groot gat. En dan weer stokje, losse ketting en de 3 stokjes. Eén, twee, drie overslaan. Dan hier weer het stokje haken. Eerst natuurlijk de omslag niet vergeten. En weer 1, 2 stokjes en 1, 2, 3 losse ketting en hier om het stokje heen de stokjes haken. Zo, dan heb ik dat hier 4 keer en helemaal aan de buitenkant. Ik heb nu nog 2 lossen over. 1 laat ik als afstand en hier komt nog tot slot een stokje in. Zo, zoals gezegd, 4 keer heb ik dat nu gehaakt. 4 pakketjes heb ik. Ik neem nu nog 1, 2, 3 lossen voor de hoogte. Draai het geheel om en haak nu terug. De plaats waar ik insteek is echt hier om deze kleine losse kettingen die ik heb gehaakt voor de hoogte van de stokjes. Dus ik neem nu weer een omslag, steek hier gewoon omheen, haak daar het stokje en neem weer 3 losse en haak om dit stokje heen 3 verdere stokjes. Klaar! Zien jullie? Zo trekt het hier direct al naar de andere kant. Dan weer de omslag nemen, hier het stokje haken, dan 3 lossen. 1, 2, 3 en om dit stokje dat ik zojuist heb gehaakt, weer de 3 stokjes omheen haken.
2 en 3. Jullie zien, ze gaan gewoon zo in de andere richting over. Hier beneden vormen zich direct weer grote gaten. Dan haak ik dit hier nogmaals. Stokje lossen, 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 lossen. En om het stokje wordt omheen gehaakt. 1, 2 en nummer 3. Een beetje garen bijnemen. Dan haak ik hier om deze losse ketting hier beneden nog een stokje omheen. Daarvoor steek ik hier gewoon omheen en haak hier nog een stokje. Zo, daar zien jullie deze rij weer 4 pakketjes gehaakt. Het begint nu weer met 1, 2, 3 lossen en ik haak hier weer eerst het stokje om de kleine losse ketting. Dan 3 lossen en haak weer de pakketjes. Dan begint het hier weer in de volgende insteekplaats. Hier heb ik weer de kleine losse ketting van de vorige rij liggen. Daar weer direct het stokje omheen haken, de 3 lossen nemen en na de kleine losse ketting wordt dan weer om het stokje heen gehaakt. 2 en 3 stokjes. Dan gaat het hier weer over, natuurlijk de omslag vooraf nemen, om het stokje te haken. 1, 2, 3 en dan hier weer om het stokje haken. 1, 2 en nummer 3. Dan ben ik hier alweer aangekomen. Zo, ook hier de omslag natuurlijk niet vergeten. Ik wil direct halve vaste maken, maar ik maak direct stokjes. 2, 3, dan hier weer omheen haken. 1, 2 en nummer 3. Dan heb ik hier weer 4 stuks gehaakt en ik eindig het geheel weer met een stokje hier om de losse ketting. Zo ziet het geheel er nu na 3 rijen uit. Ik ga nu nog eens 2, 3 verder haken en jullie dan weer een update laten zien. Hier ben ik nu weer met de update. We hebben nu echt heel mooi de kleurontwikkeling. Ik ben begonnen met dit roze, met het donkere roze hier beneden. Dan over naar paars, blauw, dan lichtere blauw tint. Dan hebben we hier echt heel mooi groen. Je ziet het ook altijd heel mooi, hoe het rij voor rij zo verschoven is. Hier gaan de stokjes zo naar rechtsboven. Hier gaan ze naar linksboven en vergelijkbaar de grote openingen erin. Echt een heel mooi gaatjespatroon. In principe eenvoudig te haken met de losse kettingen en de stokjes. Je moet een beetje oppassen, dat laat ik hier nog eens zien, dat je deze kantsteken goed zet. Ik neem hier het stokje weer eens eruit. Je steekt in de losse ketting. Ik heb hier eigenlijk ook een losse ketting liggen. Dus je neemt niet de eerste, je neemt hier echt de tweede, die je niet moet nemen, anders trekt het zo strak weer samen. Maar je steekt hier echt om deze onderste heen en haakt daar het stokje en krijgt dan hier ook weer een grotere opening in. Ja, dan hoop ik natuurlijk dat jullie het weer leuk vonden en plezier hebben gehad. Als dat zo is, duim omhoog, abonneren, delen met je vrienden en dan zien we elkaar de volgende keer weer bij Do It Selfie Day. Tot dan, doei doei!